Nathalie Wijtjes. We zijn hier vlak na de match Genk tegen Anderlecht. Het was een heel spannende match. Jullie konden op voorsprong komen in het begin, denk ik. Uiteindelijk wordt het 0-1. Hoe heb jij de match beleefd? Ik vond dat we een goede match speelden. Vooral verdedigend, middenveld. We stonden heel sterk. Ook aanvallend konden we inderdaad wat tegenprikken. We beginnen heel sterk aan de match, waardoor dat we inderdaad op 1-0, 2-0 kunnen komen. Dan laten we ze iets of wat in de match komen, waardoor dat zij een paar kansen creëren. Ook zij maken de kansen niet af, dus de match is wel gelijk opgaand. Tweede helft komen we ook heel sterk uit de kleedkamer, dus we pakken ze terug bij de keel. We krijgen veel kansen, ook weer maken we ze niet echt af. Ja, en dan de laatste minuten krijg je door eigenlijk een bal die afzijde is. Ja, deksel op de neus eigenlijk. Hè. Ik kreeg er op laatste nog een rode kaart. Wat ik zelf persoonlijk vond, dat ik de bal gewoon raak. Oké, zij gaat mooi in duel, ik ga in duel. Ik vond het een beetje overdreven de reactie, maar ja. Dat is zuur hè, als je de laatste minuten op achterstand komt. Ja. Maar niks aan te doen. Hè. Je ziet wel dat jullie sinds het begin van het seizoen al een enorme progressie maken. Jullie voelen dat ook, denk ik wel. Hè? Ja, je wist wel in het begin dat even zoeken, nieuwe mensen. En nu inderdaad hebben we echt wel, de sfeer is goed, we proberen goed op elkaar in te spelen. En dat gaat inderdaad, elke match voelen we dat wel dat het beter gaat. Dus vandaag waren we echt heel sterk, als groep ook. Dus dan is het jammer dat het zo moet lopen eigenlijk. Dus ik vond echt wel dat we verdiend die 3 punten mee hadden moeten pakken. Ja, er is deze week geloot voor de beker. Jullie moeten daarin achtste finale naar Kontich, denk ik. Wordt dat misschien een doel voor jullie? Want jullie vermijden tot in de finale in principe Lierse en Standaard. Ja, weet je, we spelen gewoon match per match. De beker is inderdaad ook mooi meegenomen, dus we proberen daar ook ons beste beentje voor te zetten. En we zullen wel zien hoe dat gaat lopen daar inderdaad. Kontich, dat moet haalbaar zijn, dus we zullen zeker gaan om de winst. Hè. Ja. En daarna de laatste wedstrijd in de Super League van dit jaar voor jullie. Dat is een verplaatsing naar Gent, denk ik. Ja. Dat is ook een rechtstreekse concurrent voor die 4e plaats. Jullie gaan daar voluit gaan, denk ik. Ja, in principe willen we daar voluit gaan. Daar moet het gewoon, de punten moeten daar meegepakt worden om die 4e plaats te halen. Dus daar moeten we het tandje bij steken. En die match moet echt wel voor ons zijn. Oké, dankjewel. Veel succes. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.